Wij brengen op deze beurs de kasteeltuinen onder de aandacht. We maken corsages met rozen. Binnenkort start bij de kasteeltuinen weer het rozenfestijn. En we willen de bezoekers van harte uitnodigen om ons te komen bezoeken. Het park is heel goed rolstoel toegankelijk. We hebben daar zelfs een predicaat voor gekregen. Tijdens het rozenfestijn staan de rozen in bloei. Het park is helemaal in geuren en kleuren. Twee keer per dag de mogelijkheid om met een gidsen rondleiding door de tuinen te maken. Ons kasteel is te bezoeken, dus heel goed rolstoel toegankelijk. En u bent van harte welkom. Elke dag zijn we geopend van 10 tot 6. En wilt u meer informatie, kijk dan op www.kasteeltuinen.nl. Oké, mevrouw, u zit hier op de beurs van Beweeg 50+. Hoe is het bevallen tot nu toe? Ik vind het tot nu toe heel gezellig. De entree was heel slecht, want we moesten met 3-4 bussen door een nauw gangetje lopen, kan je nog niet zeggen, maar meer kruipen. Oké, ik heb u al bij verschillende activiteiten gezien. En ook net bij het Jeu de Boule, dat doet u volgens mij niet voor de eerste keer. Nee, dat doe ik niet voor de eerste keer. Ik zit in Weert bij de club en ik ga 2 keer in de week boelen. Oké, en hoeveel jaren doet u dat al? Een jaar of 10, 11. En elke keer trainen? Ja, niet zo heel erg trainen hoor. Gewoon voor de leut. En voor een kopje koffie tussendoor. Weet u ook het verschil tussen jeu de boule en koersbal? Ja, dat weet ik. Koersbal heeft een hele rare bal. Er zit een deuk in, zeg ik altijd. Als je naar links gooit, dan gaat hij naar rechts. Maar de spelregels ken ik er niet van, maar ik heb het wel eens gedaan. Ik ben wel eens vaker in bejaardentehuizen geweest. En daar zag je meer koersbal als jeu de boule. Ja, dat hoort ook meer bij bejaarden. Maar dan ben ik ook wel bejaard, maar ik hou niet zo van dat spelletje. Beurs in Geleen zag ik, toen ik voorbij liep, flipperbeveiliging, anti-flipperbeveiliging. Wat is dat, meneer? Nou, wat is de anti-flipperbeveiliging? De anti-flipperbeveiliging is een product dat wij zelf hebben ontworpen. Flippermethode is een van de top 5 inbraakmethodes. Dan ga je met een kaartje, maak je de deur open. De anti-flippersluitplaat voorkomt dat en die zorgt ervoor dat je niet binnen 3 seconden binnen bent. Geleden zijn we gestart met de bouw van een schooltje, althans de voorbereidingen getroffen. En we zijn nu 14 dagen geleden zijn we gestart met de bouw. En hebben het geld bij elkaar voor de bouw zelf. Maar we hebben toch nog vele andere dingen nodig. Maar nu hebben we uiteraard ook nog meubilair nodig voor dat schooltje. Dat betekent 100 stoeltjes en 50 tafeltjes. En daarom staan we hier op de beurs om daar geld voor te verzamelen. U kunt alle informatie vinden over ons project op onze website www.floortjevoormoortje.nl.